Hallo allemaal en welkom terug. Het is dinsdag 14 april 2020. Het is belachelijk vroeg. En dit is echt waar, lieve mens, dag 31 van de zombie apocalypse. Zombie apocalypse, day 31. De 31ste dag in self-imposed quarantine. De 31ste dag in zelfisolatie binnen zitten met onze vreselijk leuke tiener. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Zij gaf een prima interview op AT5, dat doet ze nu in tijden van coronacrisis, iedere vrijdag. En ik kijk het dan in het weekend, maar dat is in gesprek met de burgemeester. En ze deed daar weer helemaal fantastisch, ze was absoluut perfect. En aan het uitleggen van ja, we moeten allemaal binnen blijven, we moeten het met elkaar doen. En ik zorg ervoor dat de parken en dingen zo lang mogelijk open blijven, maar gedraag dan maar een beetje. Heel redelijk, heel nuchter. En zag er gek genoeg fantastisch goed uit. Wat ik knap vind, want zij zal vreselijk veel stress aan het werk zijn ook nog eens. En daarnaast binnen zitten met twee van die vervelende tieners. Dus ik vond het heel bijzonder en fantastisch. Ga er allemaal maar even voor zitten, lieve mensen, want we hebben zwaar wat beter nieuws. Gekoppeld, maakt u zich niet druk, mevrouw de burgemeester. Het gaat eindigen met waardeloos nieuws, natuurlijk. Maar wij hebben hier lokaal in Nederland wat beter nieuws, want kijk, slechts, ja, dat is nog steeds afschuwelijk natuurlijk, maar slechts 86 mensen overleden. En slechts 147 mensen naar het ziekenhuis. En dat is fantastisch, want dat wil zeggen dat onze ziekenhuizen niet aan het overspoelen raken. En dat betekent dat dit getal verder naar beneden kan. Het aantal besmettingen wat erbij komt, dat is niet goed. Dat is nog steeds om en nabij de 1000 per dag. 1000 per dag. En dit is dan de wereldmap. We zitten nu aan bijna 2 miljoen mensen besmet. Ik las ergens dat het er al 2 miljoen zijn en dat deze cijfers achterlopen. Dan zijn er zeg maar 1 miljoen besmettingen bijgekomen. In ietsje meer dan een week, toen ik naar dit site begon te kijken, stonden we hier op 58.000 doden. We zitten nu bijna 120.000 doden. Dus ook zeg maar verdubbeling in een week, 10 dagen tijd. Het is onvoorstelbaar. En met name in Amerika zijn dingen op dit moment afschuwelijk aan het verlopen. Moet je kijken, 582.000 mensen besmet. Waarvan 23.000, bijna 24.000 al overleden. Het is echt afschuwelijk wat daar gaande is. Het kost een partijtje geld. Ik wilde deze meneer adviseren aan alle trouwe kijkers en luisteraars van dit razend populaire YouTube-kanaal. Bill Gates doet als filantroop samen met zijn vrouw via een stichting, de Bill en Melinda Gates Foundation, allerlei onderzoek naar inderdaad enge ziektes. Waaronder ook ziektes die zich verspreiden via de luchtwegen. En 5 jaar geleden, in 2015, deed hij een heel leuk praatje bij TED. Dat noem je een TED-talk. En daar waarschuwde hij van jongens, er komt een eng virus aan. En dat is veel gevaarlijker dan kernwapens. En we moeten ons daarop gaan voorbereiden, alsof het een oorlog is. We moeten het gaan oefenen. En we moeten onze capaciteit op een aantal dingen gaan verhogen. En dat deed hij in 2015. Maar niemand luisterde naar hem. Dus nu blijkt hij compleet gelijk te hebben. Hij voorspelde zelfs de kosten. Hij zei, als we ons niet voorbereiden,
Dan gaan alle landen op slot. En dan gaat het 3 biljoen kosten. Dan had hij het over 3 trillion dollars. Nou, bijna exact wat de Amerikanen in hun economie hebben moeten pompen. Om die economie overeind te houden. Dus Bill Gates is nu nog veel meer populair geworden dan hij al was. Want kijk toch eens even. Hij had volkomen gelijk. Dus Bill Gates is in een heel soortje talkshows geweest. Hier is hij bij de BBC. Gisteren was hij bij Ellen. En dan is er nog een goed interview met hem hier bij CBS. En er is een extended interview hier ook bij CNBC. En hij herhaalt wel een hele hoop dingen. Dus het is, dan is er een langere van bijna een uur bij TED. En Bill herhaalt wel heel veel dingen. Maar wat Bill feitelijk aan het zeggen is, mevrouw de burgemeester, is dat het jaren gaat duren voordat de economie normaal functioneert. Ja? Maar dat dat niet zo heel erg is. Weet je, die economie die komt wel terug. Maar die mensen ziek en dood, die komen allemaal niet meer terug. Daarnaast zegt Bill dat er helemaal geen normaal zal zijn. Totdat alle mensen op de planeet, en dat zijn er 7 miljard, zeg maar even, gevaccineerd zijn. En zolang dat niet gebeurd is, zullen er altijd mensen, andere mensen blijven besmetten. En zolang we allemaal mogen reizen en allemaal in vliegtuigen stappen, zitten wij opgescheept met COVID-19. Daar komt het een beetje op neer. Voordat we een vaccin hebben, dan ben je jaren, anderhalf jaar verder. En dan moet je 7 miljard doseringen produceren. En ervoor zorgen dat 7 miljard mensen komen opdagen om een prikje te halen. Dat duurt wel even. Dat duurt wel even. Dan voorzei Bill Gates verder dat wat er nu gaat gebeuren, dat het coronavirus verspreidt zich in zogenaamde golven. Zogenaamde waves. De eerste wave, dat was Azië, zeg maar. Zuid-Azië, China, Zuid-Korea, Singapore, et cetera. Dat was de eerste golf van besmettingen. En daarna krijg je een tweede golf van besmettingen. En dat is, zeg maar, Europa. Vanuit Italië, Italië, Spanje, en dan Frankrijk en Duitsland. En wij in Nederland en Scandinavië dan. En dan krijg je een derde golf. En dat is nu gaande. De Verenigde Staten die de meeste besmettingen hebben van wat dan ook. Bijna een kwart van alle besmettingen in de wereld zit in de Verenigde Staten. En inmiddels ook bijna 24.000 doden in de Verenigde Staten. Dus het is een afschuwelijk impact daar. En alles op slot. Totale, absolute lockdown. En dan komt er volgens Bill Gates een vierde golf aan. En die vierde golf, die gaat plaatsvinden in arme landen. Landen die slechte healthcare hebben. Landen waar je niet de boel op slot kunt gooien. En dat zullen delen van Afrika zijn. En delen van Zuid-Amerika zijn. En delen van India. En bepaalde delen van China. Waar het gewoon shit is. En je hebt daar geen controle. En dan natuurlijk Afghanistan en alles wat daaromheen hangt. En zolang je daar niet al die mensen, dus daar gaan heel veel mensen dood, zijn de voorspellingen, zeg maar. En hun hele healthcare stort er helemaal in. En een x-aantal van die mensen die zal refugee worden, die vluchten gewoon omdat alles en iedereen om ze heen aan het sterven is. En die gaan het dan nog meer verspreiden. Dus de echte shit hell qua sterfte en besmettingen moet eigenlijk nog komen. En dat gebeurt in de armste gebieden van de wereld. En die mensen die zijn echt helemaal hartstikke zwaar de lul. Tenzij wij, de verwende westerse mensen, waaronder Amsterdammers, de boel op een manier onder controle krijgen. En het lijkt erop dat we dat fantastisch goed aan het doen zijn. Ik bedoel, ik ben hier heel erg blij mee. Dit is echt al een stuk minder. Het is nog steeds shit, maar het wordt steeds beter. En wij moeten dan de boel onder controle krijgen om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk kunnen gaan helpen
op het moment dat die laatste golf, of de laatste golf, die vierde golf eraan komt, in de derde wereld, zeg maar. Dus dat is prachtig mooi. Ik zie dat helemaal niet gebeuren namelijk, want een organisatie als de World Health Organization, die heeft nu al veel te weinig geld. Dus daar maak ik me zorgen om. Daar maakt Bill zich trouwens ook zorgen om, mevrouw de burgemeester. En dan een ander probleem natuurlijk. Er zijn gewoon bepaalde beroepen waar je onmogelijk 1,5 meter afstand kunt houden. Die zijn er gewoon. Dus die beroepen die kunnen niet meer. En er zijn gewoon een hele hoop schoolgebouwen waar de gangen zo smal zijn en de trappen zo smal zijn. Daar kun je ook geen 1,5 meter afstand houden. Dat is gewoon onmogelijk. Er zitten gewoon te veel kinderen op die school. En dan nog heel veel belangrijker, dat zijn beelden. Er zullen heel veel mensen zijn die gewoon dood en doodsbang zijn om ziek te worden. Dus die gaan niet naar hun werk, maar ze zijn gewoon ziek. En zeggen, sorry, ik neem dat risico niet. En helemaal mensen met kinderen, als jouw kind astma heeft, of al een keertje heel ernstig ziek geweest is, waardoor je naar een ziekenhuis moest en ben je wel bijna een longontsteking of wat dan ook. En dat gebeurt bij jonge kids. Die worden af en toe doodziek. Dan doe jij je kind gewoon niet naar school, denk ik. Althans, dat denkt Bill. En daar ben ik het met hem eens. Dus ja, het zijn vooruitzichten zijn allemaal heel, heel, heel somber. En ze zijn somber voor de hele wereld, zeg maar. Dus dit is positief. Dit is wat we willen. We willen dit getal naar beneden. Jee, geluk. We willen dit getal naar beneden. Jee, geluk. Dit, ja. Dat gaat niet zo goed. 1000 nieuwe infecties per dag. Maar ja, misschien is dit eigenlijk ook wel heel positief, omdat we nu veel meer aan het testen zijn. Weet ik niet. Zou ik meer over willen weten. Ik denk dat wij op 21 april, dat is dan dag 41 van de zombie-apocalypse. Ik denk dat we dan gewoon te horen krijgen dat alles langer dicht blijft. Wij zijn ons aan het richten op 11 mei. Dan zouden de scholen weer open gaan. Ik ga mijn kind niet naar die school doen. Ik ben niet helemaal gek. Dan raakt zij besmet. Dan word ik besmet. En je zal zien, ik krijg de hele erge variant. En dan lig ik straks in een ziekenhuis. Daar heb ik helemaal geen trek in. Ik ben al gewoon bang van een ziekenhuis. Ik ben een hypochonder. Ik ben bang van alles. Ik zit hier allemaal niet zo op te wachten. Dus basically, dit is heel positief. Maar als we naar Bill Gates luisteren, dan komt er alleen maar meer shit hell aan. En we moeten ons gaan voorbereiden op jaren. En dat was een hele goede vraag. Van Ellen, notabene. Ellen DeGeneres. Die vroeg aan Bill van, zeg, stel je nou eens voor dat we het onder controle krijgen. We vlakken die curves af. En we zorgen dat er geen nieuwe besmettingen bij komen. Komt het dan terug van de herfst? Weet je, als iedereen weer gaat niezen en hoesten. Ja, zegt Bill, dat is heel goed mogelijk. Dus van de herfst, dus laten we even zeggen dat het van de zomer beter wordt en dichter naar beneden. Van de herfst, ja, heel goed mogelijk dit nog een keer krijgen. Want ja, er is geen vaccin. Weet je, dus dan komt het. Dan komt het terug. Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Ik weet het niet, mevrouw de burgemeester. Dag 31, zombie apocalypse. Wat ga ik vandaag doen? Deze schoonmaken. Dan heb ik 1 formuliertje wat ik moet invullen. Ik moet opsturen naar die leuke mensen van de Belastingdienst. Ik kan een wasmachine aanzetten. En verder heb ik helemaal geen ene ruk te doen. Ik verveel me stierlijk. Ik kan een keertje met die hond naar buiten. Maar ja, in dit stadium is het wel belangrijk dat het kind zoveel mogelijk naar buiten gaat. Want die wordt natuurlijk nog veel gekker binnen. Want het is zo boring, weet je. Je kan niet maar eindeloze leuke spelletjes verzinnen. Leuke documentaires kijken en goede boeken lezen en muziek luisteren. Zelfs in je eigen huis komen de muren op een gegeven moment op je af. En ik moet zeggen, een goede vrijdag en het weekend. Het was toch allemaal wel boring, een beetje. Maar ja, goed, beter dan dit, zeg maar. En beter dan dit, want hier zit helemaal niemand op te wachten. Dus mevrouw burgemeester, ik vind dat we allemaal naar Bill Gates moeten luisteren. Hij is een stuk pessimistischer
dan de andere voorspellingen en dingen die ik hoor en lees. En ik vrees dat hij gelijk heeft. En dat betekent dat we allemaal gewoon een jaar binnen zitten minimaal. Of in ieder geval zoveel mogelijk binnen zitten minimaal. En een jaar lang niet naar bioscopen en sportwedstrijden en concerten en noem maar op kunnen gaan. Want het is gewoon te groot risico. Je krijgt te veel besmetting. Zegt Bill. Dus trouwe kijkers en trouwe volgers. Ik zou zeggen, luister naar Bill. Zoek een paar leuke video's van hem op. Hij weet er echt waanzinnig veel van. En ik moet zeggen dat hij tot nu toe van alle zogenaamde specialisten die er dan een mening over hebben. Hij komt op mij over als degene die gelijk heeft, zeg maar. Hij zit het meest in de juiste richting. Want we gooien de economie weer open. En we gooien de scholen open. Nou, dat zie ik allemaal helemaal niet gebeuren. Lieve mensen, dat was hem weer. Dag 31 van de zombie apocalypse. Blijf allemaal gezond. Doe voorzichtig en tot de volgende keer.